gesprek te mogen hebben. En dat is natuurlijk het prachtige boek. Dat hebben jullie allemaal waarschijnlijk gezien. De titel van je boek is De Inclusiemarathon. Ja. Nou, waarom deze titel? Marianne heeft iets verteld, maar ik wil van jou horen waarom jullie daarvoor gekozen hebben. Ja, ik zat toch zo na te denken, ook net toen Marjan het zei. Ik moet zeggen, dat heb ik wel vaker. Het was dat ik ineens een keer 's nachts wakker werd en dat ik dacht, zo moeten we het gaan noemen. Dus toen heb ik het bij Kauver in de week gelegd natuurlijk, van wat denk jij, wat denk jij? Dus ja, die voelde me ook wel gelijk en het zat hem erin. Want, en dat hebben we ook wel veel teruggehoord nu van mensen, hè, toen we de titel aankondigden, toen het boek uitkwam. Zeker bij mensen die, zoals dat heet, diversiteitswerk doen, die herkennen het meteen. Omdat er een woord wat wij vaak hoorden bij ons geïnterviewden was sprint. Het moet geen sprint zijn. En daarmee doelden ze heel vaak op korte interventies. Dus een keer een unconscious bias workshop volgen of een mooie lezing van Sui Papa Ikonomu en dan weer door het niks anders doen. Dus dat bedoelde ze erg mee van even wat dan vaak geïnspireerd raken genoemd wordt. En dan gaan we gewoon eigenlijk weer door met alles wat we zelf, wat we eigenlijk altijd al deden. Dus de marathon gaat er heel erg over dat het uithoudingsvermogen kost. En ik las op een gegeven moment ook een artikel van een Amerikaanse journalist en diversiteitsprofessional, Jennifer Ghassam Azari heet zij. En zij vergeleek het werk aan inclusie eigenlijk vooral met het trainen van een spier. Dat vond ik zo'n mooie vergelijking. En op het moment dat je dus niet traint, verslapt de spier. En toen dacht ik, ja, misschien hadden we het eigenlijk wel de oneindige inclusiemarathon moeten noemen. Want ik denk wel dat is ook hetgeen wat we eigenlijk een beetje hebben overgehouden. En nou ja, wat we natuurlijk in het boek proberen over te dragen aan de hand van, nou ja, al jullie verhalen. Maar dat is dat, het is ook eigenlijk, het is nooit af. Want het marathon veronderstelt nog dat je de finish kan halen of zo, hè. Maar ik denk dat, maar ik ben eigenlijk ook wel, ben eigenlijk natuurlijk stiekem, want ja, ik ben natuurlijk eigenlijk ook heel veel vragen voor jou, maar ik ben ook wel benieuwd hoe jij dat ziet. Maar het is natuurlijk een verandervraagstuk. Maar ik denk wel, ja, de context waar we nu in zitten vraagt specifieke kennis. Er worden ook mensen en groepen uitgesloten op dit moment. Dat is natuurlijk ook historisch zo gegroeid. Maar ja, over 50 jaar of over 10 jaar misschien ligt dat misschien wel weer op andere fronten. Dus om meteen maar iets waar ik zelf in veranderd ben. Eerst dacht ik, nou, een diversiteitsprofessional of een diversiteitsafdeling is misschien tijdelijk. En dan moet de organisatie het zelf doen, zoiets zat ik heel erg dan op. Zit ik nog steeds wel, de organisatie moet het natuurlijk ook doen. Maar ik ben wel meer op het spoor. Ik denk dat je altijd mensen nodig hebt die dit juist heel scherp houden, om die context verandert. Ja, het is heel, heel, heel grappig dat je dat zegt. Want ik hoor soms de mensen zeggen van, ja, we zijn hier voor diversiteit, maar ik hoop dat we over 10 jaar niet hierover hoeven te hebben. Dat het probleem is Oh ja. opgelost. Ja. Maar ik denk van, dat is, ja, we hebben altijd de uitdaging van inclusie. Alleen de groepen verschillen, dat weten we van de geschiedenis, groepen veranderen. Aan vraagstukken rondom inclusie veranderen, maar we worden constant door het dominante denken gestuurd richting homogenisering, lineair denken, gewoon heel erg in een bepaalde soort keurslijf passen. En dan moeten we constant zorgen dat we daarin misstemmigheid en heterogeniteit creëren. Dus dat blijft een constante beweging. En daarom vind ik nooit dat het werk af is. Dus dat de marathon die eigenlijk geen einde kent. Nee, precies. Dus er moet inderdaad oneindig voor. Ja. Jullie zijn best wel lang hiermee bezig geweest. Misschien kan je iets over het proces zeggen, maar ik wil ook van jou weten, wat hoopte je met het boek? Hoopte jullie, maar jij in dit geval dat jij hier bent, Ja. met het boek te bereiken? Wat was je droom? Je was begonnen op een gegeven moment met Kauter over diversiteit en inclusie. Wat dacht je van als we het boek af hebben, willen we. Ja, ik had een droom. Ik wilde iets mee bereiken. Nou, overigens moet ik iedereen al heel veel groeten. En jou ook, Halle van Kauthar, doen. Zoals de meeste van jullie waarschijnlijk weten, is zij Tweede Kamerlid. Dus dat heeft natuurlijk een totaal andere realiteit op dit moment. Maar ze vond het ook heel leuk dat deze avond er was. Dus de hartelijke groeten. Nou ja, het proces. Kijk, ik heb natuurlijk voor dit boek, het boek Heb je een boze moslim voor mij geschreven. Dat gaat over diversiteit in de media. Eigenlijk heb ik Kauthar zo leren kennen. Dat is misschien ook nog wel leuk om te vertellen. Zij stuurde mij op een gegeven moment een mail. Want zij was begon eigenlijk als net toen als freelancer in de mediawereld. En ze zei ook, ik ben zo blij met dit boek. Want nu als mensen ja, vragen stellen waarvan ik denk, daar heb ik geen zin in. Van, ken je nog iemand dit? Ken je nog iemand dat? Kan ik gewoon jullie boek aanraden. En dan hoef ik er niet steeds op te antwoorden. Ja.
En zo zijn we eigenlijk bevriend geraakt en leerden we elkaars werk ook kennen. En we waren allebei op onze eigen manier. Dat heb je soms natuurlijk al vanuit eigen ervaring maak je dingen mee. Maar ook op onze eigen manier wel bezig met... Kom je ook mensen tegen die dit werk doen? Ik kwam natuurlijk ook met het onderzoek van Anne Brecht en mij voor... Heb je een boze moslim voor mij? Kom je specifiek mensen tegen die... Ja, dat hebben wij nu maar diversiteitsprofessional genoemd. Maar die dus binnen organisaties of als externe adviseur... Ja, eigenlijk dag in dag uit proberen die organisaties te veranderen. En ik was wel heel benieuwd, omdat ik zelf natuurlijk vooral de media had gezien... Ja, hoe weerbarstig dat is en hoe ingewikkeld. En daar werken overigens bijna geen diversiteitsprofessionals. Dat komt pas nu op. Als officiële functie, zeg maar. Wel heel veel officieuze diversiteitsprofessionals. En daar vonden Kouter en ik elkaar ook wel in. Want zij was daar ook heel nieuwsgierig in. Dus toen zijn we eerst eigenlijk natuurlijk in kaart gaan brengen. Hè, van wie kunnen we allemaal interviewen. Want het is een best jong veld ook nog wel. Er zijn natuurlijk inmiddels wel een aantal mensen... Ook qua onderzoekers zoals jij, die, waarvan je kan zeggen, die lopen decennia mee. Het bestaat wel, maar echt het praktijkwerk is in Nederland nog best wel relatief nieuw. Alleen grote bedrijven, en zeker die ook internationaal zijn, die hebben diversiteitsafdelingen. En toen zijn we gaan interviewen. En wat gaandeweg denk ik ontstond. We wilden dat inzichtelijk maken, omdat we ook al zagen hoe, dus uit eigen ervaring ook wel hebben meegemaakt, maar ook al zagen hoe grillig het werk is. En er is vaak een behoefte om het op te lossen. Nou, wat zij is dat mensen dan zeggen van nou, dan kunnen we het er over 10 jaar niet meer over hebben of zo. Ja. Of heb jij dan een oplossing? Of zoals ik wel vaak zeg, is er dan een toverformule voor hoe het allemaal goed komt? En wat we dus gaandeweg denk ik hoopten, is dat we in ieder geval dus die praktijkervaringen echt van de mensen die al die gesprekken dag in dag uitgaan met al die werkgevers, met leidinggevenden praten, dat je hun inzichten aan elkaar kan verbinden, samen met beschouwingen uit de wetenschap. Maar op die manier ook, want ik geloof in dit vakgebied zelf ook wel heel erg in het kennisdeling. En wat minder in... het is ook belangrijk dat individuen daar mooie verhalen over vertellen. Daar geloof ik ook wel in. Maar ik denk dat we heel erg community building ook nog wel nodig hebben. Want het is best wel een eenzaam beroep. Dat heb ik ook wel, hebben we natuurlijk gezien in de interviews ook, maar dat wist ik ook al wel. Het wordt vaak nog niet erkend als beroep. Er is heel lang ook, is het belachelijk gemaakt, diversiteit. Doe je iets met diversiteit, wat doe je dan? Weet je, echt heel flauwig. Is dat dan nodig? En dus het zat soms ook wel een beetje in een verdom hoekje. En dat komt er nu uit, gelukkig. Maar ik denk dat dat ook wel een belangrijk onderdeel was. En terwijl we dus hen interviewden, merkten we ook hoe boeiend... Het was wat zij vertelde vanuit organisatieperspectief, vanuit managerperspectief. En dachten we, we willen ook wel graag die vraag van... en hoe moeten we dan diverser worden? Daar hebben zij ook wel natuurlijk heel veel ideeën over. Het behapbaar opschrijven voor managers en werkgevers. Okay. Nou, lang verhaal. Nee, maar dus je droom is dat je eigenlijk door jullie boek ervoor zorgt... dat het niet diversiteit en inclusie niet in vergetelheid raakt. Ja, maar ook dat het serieuzer wordt genomen als vak. Maar daar ben ik ook wel benieuwd naar. Want kijk, jij hebt natuurlijk ook als vanuit de wetenschap bekijk jij dit al heel lang. Maar heb jij het gevoel dat het werk serieuzer wordt genomen inmiddels? Of hoe heb jij die ontwikkeling gezien? Nou, wat je zegt, dat het gewoon een jong veld is, dat vind ik, valt mij op. Dat ik 20 jaar hiermee bezig ben. Dus dat die grijze haren die zeggen wat. Maar toen ik in 2005 als bijzonder hoogleraar weer aan de voet begon met het leerstoel management van diversiteit en integratie, het is echt gewoon lang geleden. En toen merkte ik dat diversiteit een hype was. Dat heel veel mensen over diversiteit gingen praten. Er waren niet alleen maar leerstoel, maar heel veel andere professionals daarmee bezig. En op een gegeven moment ging het weg. Dat weg-ebte. Dus heel veel mensen die trainer waren, coach waren, diversiteit, die werden ook op een gegeven moment als overbodig verklaard in de organisaties. En opeens zie je weer dat een hype komt. En daar heb ik ook over geschreven dat dat merk je bij de crisis heel vaak. Als het goed gaat, economisch, dan gaan we het over diversiteit en inclusie hebben. Voornamelijk diversiteit tot nu toe. En als het slecht gaat, economisch, dan gaat het allemaal weg. Dat is gewoon een luxe probleem geweest. Dus dan, als het economisch niet goed gaat, dan hebben wij het over echte problemen. En het is voor het eerst, en dat maakt mij enigszins hoopvol, voor het eerst tijdens een crisis
hebben wij het over diversiteit en inclusie. Dus niet alleen diversiteit, maar in relatie tot inclusie. Dus denken rondom structurele veranderingen. En daarbij denk ik dat BLM, Black Lives Matters beweging, in relatie tot de crisis heel erg belangrijk invloed heeft gehad. Om de vraagstuk echt structureel aan te vliegen. En niet zeggen van, als we het over diversiteit hebben, hebben we het alleen maar over mooie dingen verrijking. Maar ook over het feit dat diverse mensen die in de organisatie komen zich moeten aanpassen, dan gaat het goed. Maar veel meer over structuren die zich moeten aanpassen, zodat de diverse mensen welkom geheten worden en gelijkwaardig behandeld worden. Dus en daar zie ik een hoopvolle boodschap. Ja, ja, in het boek noem je, volgens mij zei je inderdaad van luxe vraagstuk naar urgent vraagstuk. Ja, ja. Overigens met Jongveld bedoel ik inderdaad, want ik bedoel anders dan bijvoorbeeld de advocatuur, of nou noem een aantal beroepen die al heel lang bestaan, maar waar ook allerlei vakbonden, hele sterke netwerken zijn. Dat zie je nu nog wat minder. En ja, je ziet ook wel dat het bijvoorbeeld het burn-out gevaar is best wel groot binnen dit beroep. Omdat je ook, nou ja, je komt niet alleen maar, ik noem het soms ook wel, dat bedoel ik niet oneerbiedig, maar je knapt ook wel vuil werk op. En daar bedoel ik mee, ja, de uitwassen van menselijk gedrag die niet zo heel mooi zijn, zoals discriminatie, racisme en van geschiedenis natuurlijk uitwassen. En bijvoorbeeld, of dat je bijvoorbeeld ook misschien soms coaching nodig kan hebben of begeleiding, weet je, dat... Ja, dat zagen wij in ieder geval nog wel echt als iets wat nog wel een uitdaging is voor de mensen die in het veld werken. Wil je iets meer over zeggen? Want ik wilde eigenlijk mijn volgende vraag was, wat is je opgevallen in het proces? En dat is, dus wat je zegt, is dat heel veel mensen die met diversiteit vraagstuk bezig zijn, zeg je dat zij eigenlijk overgevraagd zijn en dat ze eenzaam zijn en dat ze daardoor in burn-out situaties terechtkomen, is dat wat je... Nou ja, niet allemaal natuurlijk, maar dat dat wel op de loer ligt. Omdat je, kijk, aan de ene kant, dat zeggen ze eigenlijk natuurlijk ook allemaal. En ik doe zelf ook, ben ook deels, zeg maar, denk ik dan diversiteitsprofessional, zoals we dat zelf noemen. Je maakt heel veel mooie situaties natuurlijk mee ook. Hè? Ja. Je maakt gesprekken mee, je komt soms ook echt in organisaties die proberen op heel veel fronten, die het snappen dat het langdurig is, die echt willen inzetten. En op individueel niveau zie je gewoon hele mooie dingen gebeuren. Maar, en daar gaat natuurlijk onze begrip gelijkwaardigheid ook over. Je ziet natuurlijk ook, we leven in een samenleving die nou ja, ook historisch gevormd is. En waar racisme een rol speelt, seksisme, waar dus ook hele gewelddadige negatieve dingen een rol spelen. En dat organisaties staan natuurlijk midden in de samenleving, ook al hebben ze dat niet altijd door. Maar daar spelen die dingen ook. Een heel tekenend voorbeeld, overigens, anekdote uit het boek, is bijvoorbeeld van, vaak als voorbeeld geven, is van Geraldine Moodley. Zij is nu overigens, werkt nu bij Nike als director diversity and inclusion. Equity and inclusion. Maar zij was die anekdote komt uit de tijd dat zij nog freelancer was. En zij zei altijd, als eerste, een van de eerste vragen die ik aan een eventuele nieuwe opdrachtgever stelde, was hoeveel discriminatiezaken lopen er of klachten? En zei, als het antwoord nul was, dan wist ik, hier is echt stront aan de knikken. En dat vond ik wel een mooie omkering, omdat we vaak een neiging hebben om te ontkennen. Nee, bij ons is het niet hoor. Bij ons gaat het helemaal goed. En ik snap waar dat vandaan komt. En dan heb je het nu alleen nog over, vaak over discriminatie. Zijn vaak de zaken die nog... zichtbaar zijn. Dat gebeurt natuurlijk. En ja, dat is misschien het minder gezellige deel van diversiteitswerk, maar wel een essentieel deel. Want je hebt als werknemer recht op een discriminatievrije werkomgeving. En dat is vaak ook wat mensen tegenwerkt om vooruit te komen. En dat zijn dus wel de dingen ook die je als diversiteitsprofessional moet aankaarten binnen organisaties. En dat is natuurlijk niet altijd de leuke rol. Zoals Jefta Patikawa dat bijvoorbeeld omschrijft, ook een diversiteitsprofessional, is ja... Niet iedereen vindt het altijd leuk als je de kamer binnenkomt, zeg maar, van je collega's. En dan heb je weer, dan moeten we het weer over diversiteit hebben. Dat wordt nu het inderdaad wat weer in een golf, hopelijk een hele lange golf zitten, dat er meer aandacht voor is, wordt dat iets beter. Maar ja, je wijst mensen ook op gedrag. Je wijst mensen, en dat is niet altijd makkelijk. En dat krijg je dus soms ook terug. Dus het is... We merkten wel bij iedereen van dat mensen dat ook wisten. En vaak ook zelf vangnetten en coaching opzochten. Je bent in wezen voor een deel bijvoorbeeld ook psychotherapeut.
En in de psycho, ik zit niet heel diep in dat veld, maar daar is het wel, dan weten mensen wat meer dat het erbij hoort. Dat wordt hierbij nog niet altijd gezien, dat ook die moeilijke kant erbij hoort. Waarom psychotherapeut? Sorry? Waarom psychotherapeut? Nou, omdat je, wat ik zelf bijvoorbeeld ook wel eens merk, veel van wat je doet, en dat is natuurlijk ook het verschil, wat heel fijn is aan wetenschap binnen dit veld, is dat je daar in de beschouwing veel aan kan hebben en het voor jezelf ook als professional dingen kan verklaren. Alleen ja, wat je als professional echt doet, is je gaat echt individueel gesprekken aan. Maar je gaat ook in gesprek bijvoorbeeld met mensen die al heel lang in machtsposities zitten, dus directeuren. Dus dat heeft te maken met heel erg goed nadenken. Wat ik zelf altijd probeer is, als ik een gesprek dan met iemand voor is, aan de ene kant heb je het over de inhoud. Je bent iets aan het, een diversiteitsplan bijvoorbeeld, of hè, een incident dat er is geweest. Maar aan de andere kant kijk je naar het proces. Hoe reageert iemand? Wat is een non-verbale communicatie? En dat doen psychotherapeuten natuurlijk ook. Die kijken natuurlijk die vraag. En er wordt heel veel geprojecteerd. Martin Bos, ook een van de diversiteitsprofessionals, noemt het, dat het ook wel, je bent een projectiescherm voor anderen. Mensen projecteren hun ideeën en aannames ook wel op jou. Dus je bent heel erg op die twee fronten aan het kijken. En dat is wel vergelijkbaar ook soms met het werk van een psychotherapeut. Je bent eigenlijk ook heel erg aan het kijken, wat gebeurt er bij de ander, waardoor die bepaald gedrag vertoont? En hoe kan ik diegene dat ook misschien zichtbaar maken aan diegene, waardoor het gedrag verandert? Want dat wil je uiteindelijk. Ja. Maar herken jij dat ook? Ja, bij mij is het minder in die vorm, wat individuele, maar veel meer de vermoeidheid. Dat je 20 jaar met iets bezig bent, dan zie je weinig vooruitgang. Ik zeg ook heel vaak in mijn werk, schrijf ik erover, maar ook in mijn lezingen. We zijn 20 jaar bezig met diversiteit en inclusievraagstuk. Maar kijk naar onze organisaties, ze zijn nog steeds echt best wel homogeen. En dat is dus lastig. En je kan wel langer adem hebben, maar je moet wel een bepaald proces aan verandering, aan een progressie moeten kunnen zien en voelen, zodat jij positief blijft. En wat ik wel zie daarin enigszins veranderen, en dat snap ik ook heel goed, dat mensen die met diversiteit bezig zijn, ontmoedigd raken, eigenlijk eenzame vechters zijn in het veld. Daarom supportsystemen zijn heel erg belangrijk. Ook met elkaar een soort community vormen, waardoor je elkaar kan ondersteunen en aan energie krijgt om positief te blijven en doorgaan, is heel belangrijk. Maar wat ik wel heel interessant vind in het proces, is heel vaak, als je kijkt naar 10 jaar geleden, de discussie was heel erg, als je diversiteit en inclusie, met diversiteit bezig bent, moet je vooral meedoen, met het spel meedoen. Je moet geen spelbreker zijn. Dus als je spelbreker bent, dan val je buiten. En als je als diversiteitsprofessional constant dingen aan de orde stelt die spel ontregelt, dan ben je ook, worden mensen niet heel erg blij van je. Maar nu is het anders. Nu is het discussie van de inclusie gaat over ontregeling. Gaat er eigenlijk om dat wij, diversiteit is interessant en belangrijk, omdat die bepaalde processen, die vanzelfsprekend worden genomen heel vaak, die in routinematigheid verkokering creëren, die ga je ontregelen. Dus diversiteit en ontregeling, spelbrekers, die zijn juist heel erg goed. Voor vernieuwing in het organisatie, in de organisatieproces. Dus je gaat het, ik zou zeggen, als je het minder individueel maakt en meer organisationeel, en veel meer kijkt naar de processen die ontregeld moeten worden, zodat meer stemmigheid ruimte krijgt, dan ga je het uit de psychoanalyse halen en misschien meer vanuit de community naar werken. Of community, vanuit de community werk van maken, als een soort gemeenschap die ontregeling omarmt. Nee, ik vind dat heel mooi hoor. Maar dat zijn, volgens mij blijven er toch altijd wel verschillende niveaus waarop je toch aan het werk bent. Want je komt ook die individuen tegen, zeg maar. Ja. En daar heb je ook gesprekken mee. Ja. Die tools heb je ook wel nodig, denk ik, als diversiteitsprofessional, om ook daar individueel ook dat gesprek aan te kunnen gaan. Ja, maar dat is dus in de community of practice, als je dat
bij elkaar brengt, als dat soort ervaringen individueel en van elkaar leert, aan elkaar stimuleert, dat helpt misschien ook. Ja. Zeker, nou ja, en ik bedoel, dat is denk ik ook wel wat je bij veel organisaties nog ziet. En dat is toch het heel erg van, nou, zo doen we het hier nu eenmaal. Dat is een hele mooie beschrijving van jou, die in het boek zit. Vertel je volgens mij over een CEO die dan een groep trainees aan het begin van een traject ziet. En dan zijn ze allemaal op, alleen al qua zichtbare diversiteit, heel verschillend. Letterlijk qua kleding, qua alles. En dan een jaar later hadden ze allemaal precies hetzelfde. Zagen ze precies hetzelfde uit. En dan zei hij van, is dat de diversiteit die we willen? We gaan mensen binnenhalen, in een traineeship gooien en worden ze allemaal hetzelfde. Ja, precies. Dus je krijgt inderdaad de regels van het spel uitgelegd en dan kan je meedoen. Ja. Het is die omvorming naar meer inderdaad een leercommunity, maar daar zit ook wel een uitdaging in. Ja. Want het betekent ook onzekerheid. Als jij 10, 20 jaar iets hetzelfde hebt gedaan, daar ook je macht op hebt verworven bijvoorbeeld, want je bent leidinggevende geworden. En dan komt er ineens iemand zeggen, ga nu maar eens lekker veranderen en leren. Terwijl jij denkt, nou, ik ben geen manager, want ik werk voor mezelf, dus ik ben mijn eigen manager. Dat heeft ook wel consequenties soms. Maar dan ben ik even, als ik stiekem tussendoor even toch mag. Hoe doe jij dat zelf? Want jij bent ook baas. Hoe doe jij dat? Ja, hoe doe je dat? Het is, hoe creëer je misstemmigheid? Vooral, dat vind ik het ook zelf heel lastig, maar vooral mensen die heel goed denken dat ze goed bezig zijn, denken ze dat ze progressief denken, die zijn gewoon toch bezig met inclusie, die kunnen wel heel snel in zichzelf geloven. En dat is dus het gevaar. Jij vroeg mij ook, als je in een machtspositie zit, als je aandacht krijgt, dan kan je ook heel erg naast je schoenen lopen en denken van, nou, ik ben toch heel erg goed bezig. En wat ik probeer te doen is, als ik onderzoek doe bijvoorbeeld naar asielzoekers, altijd het verhaal persoonlijk maken, naar buiten toe, maar ook naar mezelf kijken van, ja, ik ben als asielzoeker zelf naar Nederland gekomen, 30 jaar geleden. Je denkt van existentiële onzekerheid meegemaakt. Je hebt gewoon meegemaakt wat het leven is als je gewoon helemaal niks hebt en niks bent. En dan doe je onderzoek naar vluchtelingen. Na 30 jaar, als je een positie hebt van zekerheid, dan kan je vergeten wat het onzekerheid is geweest. Dus je moet mensen dus die nu in die onzekerheid zitten, ook in je groep hebben om wakker te blijven. En niet in slaap vallen van zekerheid en vergeten wat betekent in die positie te zitten. Dat is één. En het tweede heb ik je ook verteld. Ik zit heel erg in Nederland, in het Nederlands debat. En daardoor ga je zelf ook genormaliseerd raken in dat debat. En als je in je groep internationale promovendi hebt, die heel kritisch zijn, die vinden jou een beetje neoliberaal. Die denken van, nou, je denkt dat je kritisch bent, maar ja, zo kritisch ben je niet. Dus dat soort discussies te hebben met studenten die ontzettend veelbelovend en talentvol zijn, maar niet heel erg thuis horen in Nederlandse context, dan kan je ook ontregeld raken. En ze zorgen voor ontregeling. Dus het is niet altijd makkelijk om het te accepteren, maar het is wel heel belangrijk om het toe te laten. Maar dat moet je misschien dan ook als je macht hebt, ook zelf opzoeken, die ontregelaars, denk ik. Is dat precies. Een les misschien dan ook? Ja, en dat is ook juist als je in die positie bent, dan moet je dat eigenlijk zelf ook organiseren. En wat een van de dingen die in diversiteit bijvoorbeeld heel erg, wat ik zelf heel belangrijk vind in alle interventies die over diversiteit gaan, die zijn heel vaak individueel aangevlogen. Dus je moet zeggen, mentoring, coaching, vooral bij nieuwe mensen die binnenkomen. Ik zeg, probeer altijd wederkerigheid daarin te organiseren. Dus als je mentoring doet, doe maar reverse mentoring. Zodat je eigenlijk de nieuwe mensen laat, de oude mensen die heel lang in de organisatie zitten en genormaliseerd zijn in die routinematigheid, laat die mensen eigenlijk de vraag krijgen, wat was je droom toen je helemaal fris en jong deze organisatie op daar begon te werken, voordat je de leider werd. Wat was je droom en wat is van die droom overgebleven? Dus dat je eigenlijk een soort wederkerige inspiratie creëert aan verandering. Mooi, ja, mooi. Nou, ik heb nog een vraag. Oh, je hebt nog twee vragen, maar ik weet niet hoeveel tijd we hebben. We hebben nog tijd om even... Ik heb nog een hele lijst. Ja. Dus. Maar ik wilde ook weten, want als mensen het boek lezen, ik hoop dat heel veel mensen het boek lezen, wat wil je dat mensen echt van het boek onthouden? En dat zei
niet meer loslaat. Nou ja, kijk, de ondertitel is natuurlijk over diversiteit en gelijkwaardigheid op de werkvloer. Ik denk dat dat begrip gelijkwaardigheid is, ja, dat vinden wij wel een hele belangrijke. En dat kwam ook voort uit de interviews. Misschien even in de context in Anglo-Saxische landen, Engelstalige landen, ik hoop dat ik het zo goed zeg, hebben ze het vaak over diversity, equity en inclusion. Het is niet de term equity, ik weet niet of zich dat nou helemaal één op één naar gelijkwaardigheid vertaalt, maar dat is niet de reden dat we dit zeggen. Het kwam, wat wij merkten eigenlijk echt uit die interviews, is dat er misschien op dit moment in de Nederlandse context iets van risico op de loer ligt dat het iets te veel happy diversity wordt. Dus heel erg het idee van ik denk wij en de meeste mensen die hier zitten, iedereen is overtuigd van het belang van diversiteit. En dat zijn natuurlijk nu ook allemaal, het is heel erg een business case is het geworden. Daar heb ik straks ook nog wel wat vragen aan jou over hoe dat is ontstaan. Van diversiteit word je beter. Maar het is natuurlijk ook gewoon, als je het letterlijk neemt, het is het bij elkaar brengen van verschil en van verschillende perspectieven. Dus het is ook logisch dat schuring met zich meebrengt. Daarnaast, en dat is waar we het eerder over hadden, is er ongelijkwaardigheid in de samenleving waar mensen nadelen van ondervinden. Personen binnen organisaties kunnen meer barrières opgeworpen krijgen om allerlei redenen, om dan even voor de hand liggend natuurlijk bijvoorbeeld afkomst of gender. Maar zo zijn er nog meer. De reden dat wij dat dus op die manier bespreken in het boek is omdat wij vanuit die diversiteitsprofessionals zagen dat eigenlijk dat het gesprek is wat het moeilijkst gevoerd wordt. Om eigenlijk het naleven van artikel 1 van de grondwet. In wezen is het niet ingewikkeld, maar het is wel toch ingewikkeld. Dat is toch het ongezellige deel van diversiteit. En door dat begrip eigenlijk erbij, want het is niet dat het nou zo'n terminologie of definitieverhaal moet worden, daar gaat het eigenlijk niet zozeer om, maar het is meer als scherphouder. Het gaat niet alleen maar over gezellig multicultureel eten of het doet op zich mooie vondsten, hè, natuurlijk van het feestje en dan uitgenodigd worden om te dansen. Maar ja, je wil dus ook kunnen ontregelen bijvoorbeeld. En wie kunnen er wel niet ontregelen? Ook wat voor rol speelt macht in dit? Dat is eigenlijk allemaal een beetje wat minder sexy, zeg maar. Mm. Maar ja, wel hetgeen wat heel veel mensen nog soms op achterstand houdt. Of minder kansen, gelijke kansen geeft. Ja, ja. En dat is Noorse antropoloog Thomas Eriksen maakt de onderscheid tussen horizontale en verticale definitie van benadering van diversiteit. Een horizontale benadering is wanneer het eigenlijk alleen maar over happy diversity gaat. En dan hebben wij het over bijvoorbeeld Indische rijsttafel als onderdeel van Nederlandse koloniale geschiedenis. Dus dan maken we iets heel moois van zonder dat de machtsverhouding erbij komt kijken. En dan verticale benadering is juist heel erg over de hiërarchische normerende element van diversiteit. Dat er helemaal geen gelijkwaardigheid is, maar een bepaalde soort norm en verschil. Juist heel erg vanuit de machtsperspectief wordt benaderd. En dat is precies wat het verschil maakt, denk ik. Als wij nu, als ik zeg van door BLM en Black Lives Matter's beweging, is die vraag structureel geworden. Is dat het niet gaat om diversiteit als iets dat het alleen maar mooi is, maar over echt gewoon dat er bepaalde soort structuren in de samenleving zijn die hiërarchie in de stand houden tussen zelf aan de ander, tussen bepaalde groepen, die bouwen de norm van. Dus als wij het over diversiteit en inclusie hebben, moeten wij echt over die norm hebben. Wat is die norm? En die norm bespreekbaar maken. Wat is de norm medewerker bijvoorbeeld? Wat denken we aan een norm medewerker, dat iedereen daaraan moet voldoen als je onderdeel van de organisatie wil worden? Die moeten we bevragen. En niet de hele tijd de focus leggen op mensen die op de norm gaan lijken en moeten gaan lijken. Ja, en ook die omgang met ongemak en bijvoorbeeld ook schaamte. Dus ben ik de laatste tijd ook al over aan het nadenken. Dat is iets, vaak als je minder tot de norm behoort, ben je wat meer gewend om het ongemak van de ander weg te nemen. Ja. Zodat ze maar niet ongemakkelijk met jou zijn, zeg maar. Maar vaak de norm is nog wat minder gewend aan die ongemak. Maar dat betekent ook dat je moet toestaan, alsgene die bijvoorbeeld misschien minder tot de norm behoort, in wat voor vorm dan ook, dat die ander ook ongemakkelijk even moet, die moet daar ook in oefenen. Dus dan moet met iemand ook wel de gelegenheid krijgen. Ja. Maar ook denk ik, schaamte is ook iets, een ingewikkeld begrip hierin. Dat is iets waar ik nog niet een heel uitgesproken
visie op heeft. Maar ik merk wel ook, we willen ook graag schaamte wegnemen. Ik had bijvoorbeeld laatst dat ik gewoon iets, ja, even iets sufs, zeker in ons werkveld. Ik had dat begrip overgenomen, het begrip minder valide. En dat is gewoon echt een term wat we gewoon nu meer gebruiken. En nou, ik schaamde me gewoon even kort. En dat vertelde ik iemand. Oh ja, maar dat hoeft toch helemaal niet. Maar dan denk je, maar het is toch ook niet heel erg om je even voor iets te schamen. Want ik leer daar ook weer meteen van. Zo bedoel ik het een beetje. Ja. Ja. Maar ik heb het idee dat we dat soort dingen heel erg ingewikkeld vinden. Ook juist binnen werkcontexten. Is om ongemak te ervaren, om soms conflict te hebben. Conflict wordt zo snel mogelijk weggestopt, lijkt het in sommige contexten. Maar dan ben ik ook wel benieuwd naar hoe jij dat gevoel van dat oefenen in ongemak en in schaamte en in soms ook een fout kunnen maken. Ja, ik denk dat wij in organisaties veel meer moeten werken richting tussenruimtes. Ruimtes die eigenlijk veilig genoeg zijn om gewaagde stappen te zetten. Dus dat wij dat we nadenken over hoe je, en dat zijn supportsystemen, dat kun je ook denken, van ruimtes waar je ongemakkelijk gesprekken kan voeren zonder dat je daarop steeds, weet je, dat je daarin ook steeds op aangesproken wordt als je iets niet helemaal goed doet. Hè? Dat je gewoon elkaar uitdaagt, fouten mag maken, maar daar ook dat leerproces aan gekoppeld, dat je een soort leerelement in die ruimte creëert. Dat je, als je weggaat, als je binnenkomt, denk je van, nou, ik mag zeggen, ik wil gewoon hier een punt van maken, als je weggaat, dat je iets geleerd hebt, dat je zelf ook in beweging bent gekomen en de anderen in beweging hebt gebracht. En die tussenruimtes zijn ruimtes waar meerstemmigheid echt gewoon een mogelijkheid biedt. Een voorbeeld wat mij heel erg aan het denken heeft gezet. Ik was laatst in gesprek bij een van de ministeries, of zou ik zeggen bij gemeenten. Dus dan ga ik het even openhouden, zodat het niet heel erg herleidbaar is. En daar was het gesprek, de ambtenaren waren bezig met het beleid rondom armoede. En op een gegeven moment werd door iemand in de ruimte gezegd, nou, gelukkig is niemand van ons, komt van een achtergrond die weet wat de armoede is. Dus niemand van ons kent bijstand. Het gaat gewoon de ruimte meteen dicht. In die ruimte zaten twee mensen. Eén iemand met een migratieachtergrond, die dus heel hoog geklommen was, de sociale stijger, waar de familie echt gewoon in de bijstand zat, sommige mensen van de familie, dus die kenden het dichtbij. En er was een eerste generatie student, ook mensen die dus eerste generatie professional, die ook vanuit een soort sociale stijger was. Beide kenden armoede van dichtbij. En die leefwereld, waar de ambtenaren beleid over maakten, die was gewoon aanwezig. Maar die perspectief werd door één in actie gewoon buitengesloten. Wat doe je dan? Ga je gewoon eigenlijk in ruimte van mensen die waarvan hun perspectief essentieel is voor je beleid. Die misstemmigheid naar meer perspectief in die ruimte was essentieel. Die werd buitengesloten. En dus de kunst is, hoe maak je zo'n ruimte, in plaats van het meteen dicht maakt, maak je het open en gewaagd, zodat mensen vanuit hun achtergrond juist niet de schaamte voelen om hun ervaring te delen, maar juist de meerwaarde van die ervaring ook zien en gewaardeerd worden om dat te delen. Nee, zeker. En ik bedoel, met schaamte bedoelde ik niet die beschaamd, hoor. Maar nee, maar dat is inderdaad, maar ook die überhaupt emotie, zeg maar gevoelens, is ook wel iets wat we natuurlijk volgens mij wel een beetje lastig vinden vaak. Ja. Op het werk. Ja, maar de gevoelens, kijk, als je professional, je hebt het over professionals, als je professioneel bent, dan ben je zakelijk. Terwijl, dat is het idee. Ja. Terwijl wij hebben allemaal emoties, en als je alleen maar operationele functioneert, dan gaan we de emoties die negatief zijn, even ruimte geven in publieke ruimte, maar ook in onze werk, dan ga je geen positieve emoties creëren. Terwijl wij voor inclusiviteit verbinding nodig hebben in de organisaties. Dus we moeten niet alleen denken aan wat er nodig is op het niveau van een cultuur en aan de structuur van de organisatie om inclusiever te zijn, maar we moeten ook werken aan verbindende emoties. Waar door verhalen delen, door perspectieven met elkaar delen, door onze onzekerheid met elkaar delen. Een van de dingen wat ik vergeten had te zeggen toen je
mij vroeg over mijn eigen positie. Wat ik altijd doe in mijn lezingen en gesprekken die ik heb, is niet met mijn succes te gaan verkopen. Zeggen van, nou, niemand staat te wachten op je succesverhaal te horen. Maar wel de kwetsbaarheden die je meegemaakt hebt in je weg naar succes. Wat heb je meegemaakt? Wat zijn de tegenvallers geweest? Wat heb je geleerd? En dat is wat mensen interessant vinden. Want dat is wat zij ook misschien kunnen leren voor hun eigen succes. Dus laat de mensen die weinig te verliezen hebben, vooral ook over hun kwetsbaarheden en emoties van onzekerheid praten, om van daaruit verbinding te maken met de anderen die misschien in kwetsbare positie zitten. Zeker. Nee, dat is ook, kwetsbaarheid is denk ik ook wel iets wat heel vaak ook werd genoemd. Zeker ook wel in leiderschap, maar in algemene zin gewoon je kwetsbaar opstellen. Maar dat zal voor veel mensen, vraagt dat een omslag. Omdat we denk ik ook wel heel lang een periode hebben gehad van je moet juist geen kwetsbaarheid. Inderdaad, het gekke idee van zakelijkheid is. Alsof je ook, ik vind dat zo'n raar idee. Ook alsof je, nou ja, goed, we stappen nu dan vaak een digitale ruimte in. Maar alsof je een kantoorruimte instapt en dan ineens een ander persoon wordt. Ja. Magisch, weet je. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Maar dat is wel, dat vergt ook een bepaalde oefening nog voor sommige mensen, denk ik. Ja, en dat is ook wat wij als samenleving met elkaar doen. Hè? We gaan alleen maar elkaar op ons succes steeds op de voetstuk zetten. Terwijl je daarin ook veel meer moet oefenen om die balans te vinden tussen succes en kwetsbaarheid, tussen emotie en ratio. Ja, ik denk dat dat echt een heel belangrijk leerelement daarin ook zit, door verhalen delen. Dat is wat ik ook heel erg doe met mijn onderzoek, verhalen vanuit organisaties, vanuit de mensen in organisaties ook ruimte te geven. Maar ik had nog een vraag van jou. Ik weet niet hoe lang we nog door mogen gaan, voordat we met de vragen... We kijken hier even... Ja, want ik denk dat er vragen zijn nog. Nog 5 minuten. Oké. Okay, dan moet ik zo. Ik heb wel een aantal vragen natuurlijk al terug kunnen stellen. Gaan we, ja, je hebt al een vraag gesteld. Ik was al heel veel aan het woord geweest. Maar ik heb dus een laatste vraag aan jou. Maar dan meteen niet echt de meest positieve. Maar wat is in je proces van schrijven van het boek tegengevallen? Wat is je tegengevallen? Ja, gelukkig had je een aantal vragen ook al aan mij doorgegeven, wat ik heel fijn voel van tevoren. Nee, ja, we doen er soms heel moeilijk over, maar ik heb altijd ook zelf, als ik mensen interview, voorbereidende gesprekken. En ik vond dat van Hanan Shaloukhi bijvoorbeeld een hele mooie opmerking. Iedereen is anders in vergaderingen en gesprekken. Sommige mensen zijn heel goed ad rem en weten dan meteen... Ja. Nou ja, ik ben natuurlijk wel gewend om te spreken, maar ik vind het heel fijn. Ik heb heel vaak na gesprek, ik denk, oh, dat had ik moeten zeggen. Dat ga ik vanavond ook hebben, hoor. Dan lig ik in en denk, oh, dat had ik moeten zeggen. Oh, dat. Maar dus ik vind het heel fijn als ik me mag voorbereiden. Dus ik had hierover nagedacht, want het is natuurlijk... je kan zoveel dingen zeggen, hè, want er valt altijd wat tegen. Er ging ook heel, weet je, het is altijd... Dus wat licht je uit? Ja, wat ik gewoon belangrijk vind om te noemen, ik weet niet per se of het helemaal tegenvallen is, maar gewoon ook weer heel veel onbewuste vooroordelen of blinde vlekken die ik zelf heb. Oeh, kijk, daar gaat de deur open, gezellig. Die ik zelf heb, kom je dan ook weer tegen. En bij mij was denk ik het vooral, en dat zit hem dan dus op een uitsluitingsgrond die ik zelf minder goed ken. Dat gaat over beperking. We hebben onder andere Marianne Dijkshoorn geïnterviewd. Ik ben wel echt stijl achterover geslagen, zeg maar, op een aantal dingen die zij vertelde over wat mensen meemaken op werkvloeren die een beperking hebben. Natuurlijk zijn er ook genoeg positieve, dat zal ik toch de disclaimer, maar zal ik er altijd maar weer bijgeven. Maar dat ik echt dacht van, dit wist ik echt niet, gewoon niet. Ik had wel natuurlijk gehoord van, ja, dan even bijvoorbeeld excuses voor de term, het quotum arbeidsbeperkten. Ik vind dat net als dat je vluchtelingen... Of kwetsbaren, je reduceert mensen echt tot één aspect van wie ze zijn, maar vooruit, zo heet het officieel. De wetbanenafspraak. Wat je daarin dus ziet ook, en dat is denk ik iets wat ik, ik vond het echt als een thriller, ook toen we het teruglazen, het interview lezen, is dus bijvoorbeeld als je niet in de doelgroepenregister staat, dan moet je instaan om bij al die dingen in aanmerking te komen. En dan word je al helemaal niet meer, je wordt gewoon echt niet als mens gezien door bepaalde werkgevers. Dan kan je niet, je valt niet onder het quotum, dus ze krijgen geen subsidie. Dus dan word je gewoon naar huis gestuurd weer naar een sollicitatiegesprek. Echt dat soort verhalen.
Maar ook los als je wel in het doelgroepenregister staat. Er zijn natuurlijk heel veel positieve uitzonderingen. Maar dus echt dat mensen gewoon... Dat je meteen in je eerste gesprek heb je het al over je waarjong-uitkering. Want dat is heel apart. Je hebt het dus helemaal niet over wie die persoon is die tegenover je zit. En dat heeft mij wel aan het denken gezet. Ik zal altijd een voorstander van quota zijn. Maar dit was voor mij wel een voorbeeld van hoe ingewikkeld quota ook kunnen werken. Als het dus niet goed wordt ingezet in wetgeving en organisaties. En ja, daar is wel mijn broek van afgevallen. Hoe zeggen we dat ook alweer? Afgezakt. mijn rok van afgezakt, weet ik veel. Maar goed, ik vond dat... dat ik echt bepaalde van dit soort dingen gewoon zo slecht op mijn netvlies had. Dat is me in die zin wel... tegengevallen dat ik dat, en waarvan ik ook, ook heel blij ben dat we dat in het boek hebben kunnen verwerken. En waarvan ik ook zie dat het weinig aandacht krijgt, omdat onze focus, en dat is natuurlijk ook terecht, maar ligt heel erg natuurlijk op gender en dan vooral binaire man-vrouw en op culturele achtergrond natuurlijk. Is het iets wat jij herkent ook? Ja, zeker. We hebben ook een rapport gemaakt voor... dat wordt 25 november gepresenteerd hier in het gebouw in Holland. Over inclusie bij organisaties en institutional bias. Daar kwamen we ook achter dat juist mensen die juist hun ziekte kunnen juist eigenlijk verbergen... die hebben enorm veel problemen. Want die gaan dus juist heel erg doen alsof ze niet ziek zijn. En daar is er helemaal geen rekening mee gehouden. En daar gaan ze alles op zichzelf zetten. En daardoor wordt het ervaring van werk heel zwaar. En als het heel erg zichtbaar is, dan wordt het heel erg vanuit de kosten gezien aangeredeneerd. Dus diversiteit kost geld. En dat is dus echt heel erg opvallend. Terwijl we... zou ik ook zeggen van diversiteit, als je dat gewoon in structureel inzet, is heel erg essentieel voor je organisatie om verbinding te maken met de samenleving, om meer perspectieven daarin mee te nemen. Ook gewoon een organisatie zijn die rekening houdt met mensen die niet alleen maar perfect zijn. De meerderheid. Niemand is perfect. Wie is perfect? Maar de meerderheid van de samenleving. Ja, ik zeg altijd de mensen die privilege hebben om imperfectie te verbergen. Die zijn eigenlijk in de kleine minderheid. De meeste mensen, die privilege hebben ze niet. En wat organiseer je dan in een organisatie als je voornamelijk mensen hebt die die privilege hebben om hun zwakheden te verbergen? Dan ga je... mensen alleen in de organisatie hebben die heel goed zijn in het verbergen van wat ze niet, waar ze niet goed in zijn. Dus we moeten als samenleving ook beseffen wat voor soort normen hebben wij als medewerkers en hoe we dan mensen die niet bij die norm passen juist ruimte geven. En ik heb een eigen ervaring met een student van ons die op de rolstoel zat hier en die was niet heel erg... je kon hem niet heel goed horen. Maar wat ik bij hem tijdens college zag, is dat door zijn aanwezigheid enorme drive en enorme passie om daar te zijn en te leren. De andere studenten die hun eigen lichamelijke beweging heel erg vanzelfsprekend namen, die ook aan het denken zetten. Je wordt ook daarin rijker om te zien dat wat je hebt eigenlijk is een privilege. Want dat wordt heel vaak gezien als vanzelfsprekend. Ja, nee, zeker. Nou ja, en ik denk wat ik wel zelf heel hoopgevend vind aan deze tijd. En Black Lives Matter is daar natuurlijk ook een voorbeeld van. En natuurlijk bijvoorbeeld ook Kick-Out Zwarte Piet. Dat is natuurlijk wel een heel grillig en heel... ook gewelddadige proces natuurlijk. Maar wel dat mensen echt zeggen van... die norm, dat kan niet meer, weet je. En dat wordt natuurlijk al wel langer gezegd, maar dat is nu wel, dat ik denk ook wel, daar is sociale media weer een kracht in. Maar dat echt, die norm moet gewoon, en dan bedoel ik niet wie die norm vertegenwoordigt, hoor. Maar het is eindelijk gewoon echt fundamenteel de hele tijd vraagtekens bijgesteld worden. En ik hoop wel zelf heel erg dat dat
blijft. Mag ik nog één vraag aan Alice stellen? Daar hadden we het wel van tevoren van gehad. En daar eindigt ons boek ook een beetje mee van hoe ik ook die verbinding tussen wetenschap, diversiteitsprofessionals, diversiteitsambassadeurs of mensen die binnen organisaties ervaringen hebben en vanuit daar proberen ook veranderingen te bewerkstelligen. Dus dat noemde jij ook, je hebt het volgens mij al genoemd in het begin van het gesprek, een horizontaal leernetwerk. Ik ben nog wel heel benieuwd van of je dat misschien zou willen beschrijven, ook voor ons, wat dat zou kunnen zijn. Maar ook hoe je ervoor zorgt dat daar ook weer niet machtsverhoudingen een rol in gaan spelen. Ja, dat is een hele mooie vraag. Ja, horizontaal. Kijk, als ik kijk naar diversiteit, dan zeg ik dat ik ben 20 jaar hiermee bezig. Wat ik heel vaak merk, is dat wij heel erg in onze eigen organisatie daarmee bezig zijn. Dus we kijken niet om ons heen wat de andere doet. We leren van elkaar niet genoeg. En we kijken niet terug wat de geschiedenis ons kan leren. Dus die historische wijsheid eigenlijk meenemen en dan horizontale verbinding maken met allerlei initiatieven die overal nu gaande is, om die bij elkaar te brengen. En dan niet alleen over successen hebben en de best practices, wat ik heel vaak hoor, dat best practices, wat zijn die? De best practices zijn practices waarvan van fouten geleerd zijn, vind ik. En dat je die fouten ook zichtbaar maakt, zeg maar, wat zijn de dingen die we echt gewoon in dat proces geleerd hebben. En als je dat met elkaar deelt, zodat je niet dezelfde fouten maakt. En ook wanneer bepaalde soort interventies wel echt geholpen hebben om mensen vooruit te brengen, en organisaties ook meer stemmiger te maken, dat je dat met elkaar deelt en van elkaar leert, dat zou heel erg mooi zijn. Alleen wat ik merk ook, wie moet dat opzetten? Ja, als ik dat zeg tegen het ministerie, zeg, nou, dan moet de samenleving het doen. Als ik het met samenleving, nee, dan moet het ministerie het doen. Dus iedereen gaat de bal bij de anderen leggen. Maar als we dat niet doen, dan gaan we eigenlijk, ondanks jullie prachtig boek, weer allerlei mooie initiatieven vergeten. Want wij moeten niet vergeten. Vergetenheid is het ergste, ergste vijand, zou ik zeggen, van inclusie. Dus hoe kunnen wij dat vormgeven? Dat is in ieder geval onze ervaringen met elkaar delen. En dan ook, wat je vertelde, verschillende soorten van kennis aan elkaar verbinden. Wat ik probeer heel vaak in mijn werk te doen als wetenschapper. Ik noem mezelf geëngageerde wetenschapper. Een wetenschapper die wetenschappelijke kennis niet boven in een hiërarchie zet ten opzichte van andere vormen van kennis. Maar naast andere vormen van kennis. Dus persoonlijke ervaringen is een hele belangrijke bron van kennis. Professionele kennis en ervaringen zijn heel erg belangrijk. Academische kennis is ook heel erg belangrijk. Als je die vormen van kennis met elkaar in gesprek brengt, in dat horizontale leernetwerk, dan kan je enorm veel stappen maken in termen van verdieping van kennis, maar ook documentatie van kennis, zodat het niet vergeten. Ja, nee, het lijkt mij, ik hoop ook heel erg dat het lukt inderdaad, op wat voor manier dan ook, om dat voor elkaar te krijgen. Maar die machtsverhouding zit er natuurlijk vaak in. Daar gaat het laatste hoofdstuk, kennis is macht, gaat daar ook wel een beetje over. En dat zagen we ook wel terug van beide kanten. Maar er is natuurlijk zeker in deze samenleving wel een neiging om wetenschappelijke kennis als allerhoogste te plaatsen. Dus het blijkt uit onderzoek en dan is iedereen, oh oké, okay, nou, dan is het zo. Terwijl, ja, en dat is natuurlijk waar dat hoofdstuk ook over gaat. Ook wetenschappelijke kennis is historisch gevormd en zit natuurlijk heel veel uitsluiting in. Maar goed, er zijn natuurlijk nu heel veel plekken waar daar heel anders aan gewerkt wordt. Maar dat is wel iets wat we merken vanuit sommige diversiteitsprofessionals, dat soms ook ingewikkeld is. Omdat je, mensen willen graag de kennis delen, maar ja, hun werkveld is vaak veel grilliger. Dus ze hebben zeker, ze zetten ook wetenschappelijke kennis in. Heel opvallend is dat ze dat vooral inzetten bij de top van organisaties. Want die geloven het dan pas, zeg maar. Maar dat zegt natuurlijk ook wel iets over hoe wij toch vaak dus die wetenschap toch vaak weer boven praktijk en ervaring plaatsen. En dat is deels begrijpelijk, maar dat is deels ingewikkeld. Dus vandaar die vraag ook, hoor. Ja. Maar wetenschap in de vorm van een overzicht over de situatie, bijvoorbeeld als we wetenschappelijke kennis, als je gaat kijken wat weten we van wetenschappelijke kennis rondom diversiteit en inclusie en interventies, is heel erg belangrijk om dat te weten. Maar dan moet je het ook
in relatie met de andere vorm van kennis in de praktijk vormgeven, mede vormgeven. Ja. Dus wetenschap is niet dat je van buiten naar binnen, ja, naar de samenleving zendt, maar dat je iets met de samenleving maakt. Dus die gelijkwaardigheid daarin is heel erg belangrijk, dat je die kennis ook een plek geeft wat die verdient. En dat is ook meer context en historische elementen inbrengen in de praktijk van alle dag, maar dat niet gewoon in hiërarchische vorm. Dat het dan voeding wordt voor veel meer Wright Mills, socioloog, zegt sociological imagination. Dat je eigenlijk door meer bewust te worden van context en geschiedenis, dat je daardoor ook veel verbeeldingskracht kan creëren in de praktijk van alle dag. En in die verhouding moet je het zien, denk ik. Ja, nee, we zagen daar, hebben daar trouwens ook echt een aantal hele mooie voorbeelden, zie je daar ook van. Of mensen die samen optrekken, ook binnen instituten al. En dus ook bijvoorbeeld dan samen publiceren. Maar ook, en dat het veel minder is dat de wetenschapper komt even kijken hoe het gaat daar. Precies. Of wat mensen interviewen. Dus die wisselwerking gebeurt ook al heel vaak. Ja. Dus dat is zeker ook weer heel mooi om te zien ook.